Welkom in het Koninkrijk van Gamersnet. Een glorieus rijk dat sinds het overlijden van mijn vader in mijn handen is komen te liggen. De handen van Peter Kroelkitten Bouwman III. Een lastige taak, maar ik, als jonge koning, zal de vrede en voortgang van mijn onderdanen behouden. En gelukkig krijg ik daarbij hulp van een aantal trouwe kameraden die mij absoluut nooit zullen verraden. Vooral wanneer de huidige vorst nog jong, relatief onervaren en naïef is. Het is niet alsof dit Game of Thrones is of zo. Inderdaad, uw majesteit. Op ons kunt u altijd vertrouwen. Zoals u heeft gevraagd, hebben wij het volksreferendum afgeschaft en de macht van het leger in de handen van de muizenfactie geplaatst. Mooi rattengezicht, Tom. Dat is precies... Wacht eens even. Maar dat heb ik helemaal niet bevolen. Inderdaad, kleine haarbal. Met het volk zonder stem en de militia in onze macht gooien we dit hele koninkrijk omver. Waar komt dit verraad vandaan? We waren beste vrienden toen we opgroeiden. Hij heeft de eerste stapjes met mij gezet. Deze motie van wantrouwen is als een dolk in het hart. Wachters! Verwijder dit zwakke excuus van een leider uit de troonzaal! Jij rat! Als de koning van huis is, dan dansen de muizen op het rijk! Mijn vader vertrouwde je. Ik vertrouwde je. En die woordspeling... Die kon echt niet. Mijn rijk, mijn toekomst, mijn verleden met de grond gelijk gemaakt. Wat moeten we doen? Waar moeten we zijn? Wie kan ons helpen? Sire, als ik zo vrij zou mogen zijn. Ik heb gehoord over een koning met wat onorthodoxe manieren, maar hij weet wel wat vriendschap en eer is. De piratenkoning, inderdaad een machtig man, maar niemand weet waar die is. Dan gaan we hem zoeken. Bereid jullie voor op een avontuur en een zoektocht naar vriendschap en verbroedering. Erop af. Recht vooruit, de horizon voorbij. We kunnen niemand meer vertrouwen, maar moeten hier als vrienden doorheen. Als we ons vasthouden aan elkaar en aan de liefde, dan lacht de toekomst ons uiteindelijk tegemoet. Wat de muizen niet hebben, krijgen wij voor elkaar. De reis begint nu.